Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ, MSI en ASUS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de NVIDIA GeForce GTX 690. Welkom bij Hardware Info TV. Het komt niet heel vaak voor dat je als hardwarejournalist een koevoet bij de post vindt. Nou, dat was toch precies wat gebeurde bij een aantal Amerikaanse websites. En een paar weken later ontvingen ze deze doos met deze videokaart erin. Ja, de GTX 690 van NVIDIA. Dat is eigenlijk de dubbele GTX 680 chip op één printplaat gemonteerd. Ja, en dat is natuurlijk een hele snelle videokaart. Ja, nou, dat weet NVIDIA zelf ook al. Een hele exclusieve videokaart. Worden er niet heel veel van gemaakt. Vandaar ook dat grapje met die kist en de koevoet. Het is echt vrij bijzonder dat er al zo snel na een nieuwe NVIDIA high-end kaart een dubbele kaart op de markt komt. En dat heeft er eigenlijk alles mee te maken met die nieuwe chip van NVIDIA, die GK104. Kepler. De Kepler chip, exact. Die was eigenlijk oorspronkelijk bedacht als een soort midrange GPU. Eigenlijk als voor kaarten die min of meer de opvolger zouden zijn van de GeForce GTX 560. Nou, toen die chip eenmaal van de band rolde, bleek je eigenlijk zo goed te presteren dat hij ook in het high-end segment goed mee kon doen. Dat zelfs die midrange chip sneller was dan aan deze Radeon 7970. En dus dat ze die chip konden gewoon gaan gebruiken voor de GeForce GTX 680. Het is ook een relatief energiezuinige chip. Exact, hij is energiezuinig. En juist daarom konden ze hem ook relatief eenvoudig, want ik bedoel, dit blijven wel technische hoogstandjes om het voor elkaar te krijgen, maar konden ze hem relatief eenvoudig twee van die chips op één kaart plaatsen. En dat is de 690. Dat was een technisch hoogstandje, zie je ook wel een beetje aan de foto. Je ziet daar die twee processors zitten, flink wat geheugen en zo'n PCI-chip die ervoor zorgt dat PCI-signaal wordt verdeeld. Ja, het is ja, eigenlijk echt letterlijk twee GTX 680's op één videokaart. GTX 680 heeft natuurlijk één zo'n chip en 2 gigabyte geheugen. Nou, hier zie je beide chips en daarna twee keer 2 gigabyte geheugen eromheen. 4 gigabyte in totaal. 4 gigabyte in totaal. Moet je uiteraard wel bedenken, alle data, alle game data's moet voor beide chips in het geheugen staan. Dus het klinkt natuurlijk heel stoer, 4 gigabyte, maar in de praktijk heb je er eigenlijk net zoveel aan als 2 gigabyte op een normale kaart. Ja, het is gewoon eigenlijk gewoon SLI. Ja. Nou, wat zijn nu de verschillen tussen 2 GTX 680's in SLI en 1 GTX 690? Dat valt eigenlijk wel mee, want in beide gevallen zijn alle 1536 shader units van de chip zijn allemaal ingeschakeld. NVIDIA heeft dus geen trucjes moeten doen om die chip een beetje te castreren. Nou, het heeft natuurlijk allemaal met die energiezuinigheid te maken. Exact. Wat ze wel hebben gedaan is de klokfrequentie een klein beetje terug. Bij de GTX 680 werkt de GPU op 1006 MHz. En bij de GTX 690 werken bij de GPU's op 915 MHz. Dus ja, je kunt zo beredeneren dat 1 GTX 690 ietsje langzamer moet zijn dan 2 GTX 680's in SLI. Nou ja, kijk, aan de andere kant is natuurlijk wel dat het een compactere oplossing is dan als je dat vergelijkt met 2 losse kaarten. Ja, en door die lagere klokfrequentie en door het feit dat deze kaart op sommige vlakken ook wel wat slimmer in elkaar is gezet, is ook het energieverbruik wat verder teruggebracht. Want als je bedenkt, 1 GTX 680 heeft een TDP, dus het maximale stroomverbruik, van 195 watt. En deze kaart heeft in zijn totaliteit een TDP van 300 watt. Nou, dat is duidelijk minder dan het dubbele. Ja, ik had niet zo'n kaart voor het lage energieverbruik. Nee, en 300 watt is nog altijd vrij veel. En daarom vinden we bovenop de kaart ook 2 8-pin pech stroomconnectors. Dus hij verbruikt nog altijd wel aardig wat. Ja, je moet ook niet vergeten dat het natuurlijk dan ook nog zo maar zeggen, in een beperkte oppervlakte is dat energieverbruik plaatsvindt. Dus dat het wel heel geconcentreerde warmte is. Ja, ja, en daardoor is deze kaart ook wel wat minder stil dan de GeForce GTX 680. Die 680, daar waren we echt te spreken over die koeler, omdat je hem eigenlijk bijna niet hoorde. Zelfs gewoon als je flink aan het gamen was, bleef hij gewoon lekker stil. Dit ding is niet verschrikkelijk luidruchtig. Het is niet dat je oordop in moet doen, maar stil is hij zeker niet. Dus je hoeft hem niet samen te leveren met een headset. Nee, gelukkig niet. Nou, maar ze vinden de koeler wel heel erg mooi. Ja, daar moeten ze ook wel gelijk in geven. Want laten we mooie transparante afwerking. Ja, een beetje metaalachtige look. Het is geen metaal, maar het ziet er wel heel stoer uit. Van alle referentiekaarten die we ooit hebben gezien, is dit toch wel echt wel een van de mooiste. Maar NVIDIA vindt hem zelf inderdaad ook zo mooi dat ze tegen hun partners zeggen, nou ja, jullie
plakken normaal altijd van die fijne stickers op onze kaarten. Deze keer is het gewoon simpelweg verboden. Ze mogen er nog wel een doosje omheen verzinnen. Dat mag nog. Mogen een spelletje erbij doen? Ja, mag ook. En ze mogen zelf besluiten welke kabeltjes erbij komen. En de prijs mogen ze ook zelf besluiten. Uiteraard. Maar de kaart identiek. En dat zie je ook als je de GTX 690 in de prijsvergelijker opzoekt. Nou, dan vind je een aantal kaarten van de bekende Nvidia partners. Asus, EVGA, MSI, Gainward, noem ze allemaal maar op. En de fotootjes, allemaal exact dezelfde kaart. Geen andere sticker, geen andere koeler. Iedere keer. Maakt de prijsvergelijking in ieder geval heel makkelijk. Ja, want je koopt iedere keer hetzelfde. En als we naar die prijzen kijken, ze kosten toch allemaal toch wel gewoon ruim boven de 1000 euro. De goedkoopste. Goedkoop is dus niet. Nee, de goedkoopste gemiddeld zo'n 1020. Maar het gaat ook wel makkelijk richting de 1100 euro. Van de andere kant, als je kijkt naar een GTX 680, die kostte gemiddeld ook zo'n 530 euro. Nou, als je er daar twee van koopt, ben je dus ook echt 1060 euro verder. Dus het prijsverschil tussen twee 680's en één 690 is eigenlijk te verwaarlozen. En als we kijken naar de benchmarks, wat zien we dan? Ja, eigenlijk wat je zou verwachten, door die klokfrequenties kun je beredeneren dat 1690 ietsje langzamer zou moeten zijn dan 2680's. Dan moeten we wel zeggen, op het moment dat wij 2680's en SLI testen, dat was toch alweer een maandje of twee geleden. Er zijn wat nieuwe drivers op de markt gekomen. Exact, nieuwe drivers. En ja, nieuwe drivers zorgen er altijd voor dat ietsje de prestaties wat beter worden. Dus nu in onze benchmark zien we ook dat of de 690 er echt net tegenaan hikt, of in sommige andere benchmarks er net overheen gaat. Nou, we hebben er even een paar benchmarks bij gepakt. In 3D Mark Vantage van 46.000 punten met één kaart. Dat is echt ongekend. En als we gewoon in een aantal moderne games kijken, bijvoorbeeld hier The Elder Scrolls 5 Skyrim, 91 fps, net iets minder dan GTX 680 SLI. In Batman Arkham City 51 fps in, dat de vorige ook overigens, dit is met de triple Full HD resolutie, dus 5760 bij 180 en alle denkbare effecten ingeschakeld. Dat is toch ook wel een beetje het punt, hè, met deze kaart. Als je echt gewoon zo'n triple Full HD setup hebt, dan is zo'n kaart als dit heel erg interessant. Ja, dat zie je bijvoorbeeld in deze grafiek. Als je met drie schermen wil gaan gamen, met alle effecten ingeschakeld, met 1680, wat dan eigenlijk de snelste single GPU kaart van dit moment is, dan kom je op gemiddeld 32 fps. Nou, gemiddeld 32 fps is gewoon niet genoeg om te gamen, want dat betekent dat je soms al op 40 zit, maar soms ook gewoon op 20 of minder. Nou, dat gamet gewoon niet soepel. Met zo'n kaart als dit zit je dan op gemiddeld 51. Ja, dat kan prima. En Battlefield 3, eigenlijk van hetzelfde verhaal, 1 GTX 680, gemiddeld 25 fps. Dat is gewoon niet genoeg. Maar opnieuw in die 3 keer Full HD, in ultra settings, 4 keer anti-aliasing, alles erop en eraan, gaat deze dan wel over de 40 fps. Dus met zo'n kaart kun je in ieder geval wel prima gamen op 3 schermen. Ja, dus al met al best een interessante kaart. Het is wel een beetje een afweging wat je wil gaan doen. SLI met 2 GTX 680's, toch wat stiller. Aan de andere kant, dit is een kaart, neemt wel een stuk minder ruimte dan in je kast. Dus qua prijs scheelt het natuurlijk ook niet zo heel veel. Dus wat zou je het beste kunnen doen? Ja, ik zou zelf persoonlijk neigen naar 2 GTX 680's en SLI. Simpelweg omdat het inderdaad toch wel gewoon wat een stuk stiller is. Die GTX 680 kaarten zijn aanzienlijk stiller. En twee stille kaarten, dat blijft bij elkaar nog altijd stiller dan één luidruchtige kaart. Komt ook nog eens bij dat GTX 680's toch wat breder leverbaar zijn. En als je gewoon goed zoekt, zijn er ook wel aanbiedingen waarbij je ze toch wel net onder de 500 euro vindt. Ja, dus het kan wat goedkoper zijn. En je kan er ook nog wat meer kiezen qua coolers en allerlei andere oplossingen. Ja, we hebben natuurlijk een aantal niet-reference GTX 680's al getest. Zoals laatst bijvoorbeeld de DirectCU2 versie van Asus, die toch inderdaad echt wel nog een stuk beter was dan standaardwerk. Wat je ook niet moet vergeten is, twee enkele kaarten die kun je vermoedelijk beter gaan overklokken dan één zo'n dual kaart. Want deze is wel echt erop gemaakt dat het allemaal ken net. Ja, het ken net. Dat het allemaal qua temperaturen net kan. Maar hier ga je niet heel veel meer uitgeperst krijgen. Maar van de andere kant, het argument wat jij zei klopt ook. Als je een klein kastje hebt en je wil het allemaal gewoon netjes houden. En je misschien nog wat andere kaarten kwijt. Daarom dan kan het ook gewoon een kaart als deze ook wel een goede optie zijn. En het is sowieso exclusief. Er zijn niet heel veel mensen die een GTX 690 hebben. En daarmee komen we weer aan het eind van Hart Info TV. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn we dan met nieuwe afleveringen. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer.